Dat heeft u gemerkt, dat deel ik. Voor mij is de grondoorzaak het verloren gaan van het niet meer zien van onze plaats in die grote werkelijkheid, wat de Engelsen noemen in ultimate reality. Waar ik over spreek, onze relatie van God tot mens. Ja. En als iemand zegt, ik geloof niet in God, dan zeg ik, ik hoop dat je enig oog hebt voor iets wat groter is dan jezelf. Ja. Dat je het transcendente, dat met jezelf overstijgt. Ja. En mijn zoeken is als christen om te kijken, kunnen we over de schotjes heen niet een platform hebben van mensen die samen bijdragen aan een totale verandering van die overheersing van het economische, platte, banale denken in deze tijd. Ja. Samen. Ja. En de een doet dat als boeddhist, de ander doet het als christen, de derde doet het als humanist, maar van verschillende achtergronden proberen samen te komen aan een andere benadering van de economie. En wat is die andere benadering? Niet de drie mythes waar we nu op zitten. Ieder mens oneindige materiële behoeftes en die moeten zo snel mogelijk bevredigd worden. Dat is volstrekt in strijd met iedere religie, of het een boeddhisme of christendom of islam is, of jodendom, doet er niet toe. Iedere religie en ook klassieke levensovertuiging. Ook de Grieken hadden het over de matiging. Hè? En niet over wat wij nu doen. Die onbeperkte materiële behoeftes die in onze huiskamer binnenkomen. Hè? Wij worden geïndoctrineerd om steeds meer dit en steeds meer dat. Die mythe moet doorgeprikt worden. En de mensen moeten zien dat je met andere waarden volledig een veel gelukkiger, een veel inhoudsvoller leven kan voeren. De tweede mythe die ermee samenhangt met de eerste is die van de permanente groei. Alles moet groeien. Ja. Alles moet groeien. Je inkomens moeten groeien, je zaken moeten groeien, de aannemers moeten groeien, alles. Maar een kind weet dat in een beperkte ruimte een oneindige groei niet mogelijk is. En als econoom weet ik dat wij met 1/5 van de wereldbevolking uit de rijke landen, uit de hoogontwikkelde landen, economisch gezien, dat wij verantwoordelijk zijn voor ongeveer 4/5 van het wereldmilieuprobleem. Nu al is er een gigantisch wereldmilieuprobleem, veroorzaakt door een minderheid, ongeveer 1/5. En op dit moment zijn 3/5 van de wereldbevolking, China, India en andere landen, in volle ontwikkeling. Die zitten over 20, 30 jaar op ons niveau. Maar beste mensen, dan hebben we iets van 2 of 3 planeten nodig. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet. Dus die hele mythe van de groei, die oneindige groei, dat is iets wat echt doorgeprikt moet worden. Wat je ontmaskerd moet. En die derde mythe waar ik gisteren uitvoerig over heb gepraat, omdat het was ook weinig tijd voor om die andere mythes nog verder aan de kaak te stellen. Maar de derde mythe is natuurlijk die absolute vrijheid van de markt. En daar ben ik heel fel geweest tegen het neoliberalisme, het failliet van het neoliberalisme. Zonder regels en net zo belangrijk, de moraal, de ethiek, de innerlijke houding van de mens, gaan we echt de mist in. En zijn we nu in de mist en zitten we in de ellende. Dus we zitten in een ontzettend belangrijke tijd op het ogenblik. En in de tijd wat ik noem van de ontmaskering van de mythes die onder dat economische bestel zitten.
En dat moet je doen met elkaar. De kerken. De kerken en andere levensbeschouwingen. Je moet proberen de publieke opinie bewust te maken, waar de architect Occupy mee bezig is, bewust te maken dat het anders moet. Als je dat één keer ziet, dan moet je natuurlijk kijken van, en welke kanalen hebben we? En hoe kunnen we dat doen? Nou, in de kerk heb je natuurlijk een aanknopingspunt. Want er was nog niet zo lang geleden het hele conciliair proces. Gerechtigheid, de vrede en de decorative creation. Dus bij de kerken heb je een aanknopingspunt. Die zijn gemotiveerd. Maar ook bij politieke partijen. Op dit moment, waarin in Nederland, door de overheersende invloed van de liberalen in het economische denken, de belangen van de zwakken in de samenleving worden ondergespit. Op dit moment is dringend nodig een appel op het CDA, op de beste elementen in het CDA, op grond dus van hun beginselen, die iets te maken hebben met gerechtigheid en met duurzaamheid en met rentmeesterschap. Daar moet worden op aangesproken. En daar vinden jullie bondgenoten in. Kunnen jullie bondgenoten vinden in de kerken, in het CDA en zeker in de PvdA. Zeker in de PvdA. En ik denk ook bij de SP. Ja. En ik denk ook bij GroenLinks. Ja. Dus die gesprekken die zijn heel belangrijk om te voeren. En wat mij dus aanspreekt bij Occupy is dat er dus, als ik goed begrepen heb, verschillende stromingen bij elkaar zitten. Daar zit denk ik de gelovige christen en de niet-gelovige zitten naast elkaar. Maar beide zien ze, zo kan het niet. Nee, maar het wordt ook geboren aan een dringend verlangen naar je. Ja, dat is een goed woord, het verlangen. Ja. Een verlangen naar het goede, naar het ware, naar een samenleving die inhoud heeft. Ja, ja. Ik vul dat er altijd wel in. Het is in wezen ook, wat Augustinus ook altijd zegt, dat is ook het verlangen naar God. Ja. Er zit in ieder mens, zit er toch in dat verlangen, het grote letter, is dat die relatie. Ik spreek altijd over deze relatie en deze relatie. Ja. Het is het verticale en het horizontale. En die komen voor mij samen in het kruis. Dat is het essentiële. Ja. Maar hoe ziet u dat wat is de uitdaging voor mij als christen altijd, van ik voel me altijd wat ongemakkelijk als het gaat over het zendingswerk. Is dat nog niet Occupy is ook niet. Alhoewel ik heel veel elementen herken vanuit de eerste christelijke gemeenschap. Zoals we nu al in gemeenschap ook met elkaar proberen te leven op het Malieveld bijvoorbeeld. Of in Amsterdam. Of in welke van de 40 steden in Nederland inmiddels ook. Yeah. En dat proberen als een soort van mini-samenleving om te laten zien. Dat het kan. Dat het kan, inderdaad. Yeah. Yeah. We hebben een paar keer een predikant. We hebben over de tentvloer gehad. Het gaat ook om de balans eigenlijk van kijk, mij als christen kan het wel aanspreken, maar een niet-gelovige die of een iets is, of een boeddhist, of een hoe zou die dat voel ik.
Ja. Ja, ik heb dus, laten we zeggen, daarvoor drie elementen. Daar ben ik gisteren heel kort maar op ingegaan. Het eerste is, wat ieder mens, denk ik, deelt, dat is de notie van de verwondering en dankbaarheid voor dat hele leven. Oog voor het wonder van het leven. Of het nou het leven van het kind is, of het leven van een dier is, of van een plant is, of een bloem is. Maar het is het wonder van het leven. En zeker het wonder van het menselijk leven. En als je dus iets van de wetenschap weet, het menselijk leven op een planeet, in een kleine uithoek van een klein sterrenstelsel te midden van miljarden anderen. En dat is een groot wonder. Als je naar je eigen lichaam kijkt, naar welk orgaan ook, dat is een groot wonder zoals dat in elkaar zit. Dat is niet iets wat gewoon is, of wat er gewoon is. Nee, het is of je het oog neemt, of het oor neemt, of de hersen neemt. Dat is ongelooflijk hoe dieper de wetenschap doordringt, dat wonder. Ja. Hoe, mijn stelling is, hoe dieper de wetenschap doordringt in de werkelijkheid, hoe beter ze uiteen weten te rafelen hoe iets werkt, hoe groter het wonder wordt. Ja. En dat is wat de Engelsen noemen awe, ontzag, eerbied, je mond valt open. Dat delen wij, of je nou boeddhist bent, of dat je moslim bent, of jood bent, of agnos bent, dat kun je delen. Je kunt de zin voor het wonder met elkaar delen. Daar moet je mensen op aanspreken. Het tweede is de fundamentele verbondenheid. Wat de Engelsen noemen de interconnectedness. De wholeness. We zijn alle vormen van leven zijn met elkaar verbonden. Ja. De wetenschap spreekt ook de DNA, noem maar op. Mm-hmm. Maar er is een fundamentele verbondenheid. Ik kan spreken over interdependentie of hoe je het wil noemen, tussen alle vormen van leven. En de derde is, waar we het over hadden, is het verlangen. Het diepe verlangen van Jantje en Pietje en zusje naar wat? Naar goedheid, naar vriendschap, naar liefde, naar schoonheid, naar noem maar op. Het diepe verlangen. Het diepe verlangen naar God, dat zit heel diep. En dan hoef je, nou is de vraag natuurlijk, moet je daarover spreken of niet? Je moet, als je zoekt naar een vorm van samenleving, dan, samenwerking, dan denk ik dat je moet uitgaan van dat brede platform, zo dat kleed wat op die tafel zit, die tafel. Maar ieder heeft eigen poten. En hoe steviger die poot is, hoe beter het draagvlak wordt. En de christen en de jood, de boeddhist, die spreken over de relatie God-mens. Wat naar mijn overtuiging een buitengewoon fundamentele relatie is. Die ook een wereld kan veranderen. En ja, de ander, die zul je dus aanspreken, de humanist, op die zin voor het wonder, de zin voor de fundamentele verbondenheid en het diepe verlangen. Die drie elementen. Ik denk dat je met die drie elementen heel ver komt. Ik heb dat de eerste keer geformuleerd in Zwolle, voor een groep van mensen, een verschillende groep. Dat is toen toch goed opgewakkerd. Goed opgewakkerd. Als je dus zoekt, je moet dus zoeken, zeker in, denk ik, in de Occupy-beweging, zoeken naar een platform. Een platform waar we allen als met respect voor elkaars overtuiging zitten. En niet langer zeggen, jij bent dit, of jij bent een idioot, of jij bent dit. Niet met elkaar. Ja. Samen. Ja, nou daar zijn we eigenlijk altijd constant
Altijd weer. Ben je aan het werk bij Occupy. Dat is mooi. Wel heel fundamenteel wat u zegt voor de beweging, hè? Zeker. Ja. Maar als u mij toestaat... Graag. Even, toen ik gisteren op de radio intuned, om het zo maar eens te zeggen... Toen viel het woord van de Joint Strike Fighter. En dat vond ik heel interessant om te horen. Kunnen we daar misschien nog eens heel eventjes iets... Want u had het over de lobby's en dergelijke. Ja, daar wil ik graag iets over zeggen. Naar mijn mening moet zo snel mogelijk... die knoop worden doorgehakt en gezet. Geen Joint Strike Fighter. Dat is een schandalige verspilling van middelen. En als je dus ziet... Want die kosten die zijn dus langzaam. Want als je het ziet opgelopen, van wat was het, iets van 30 miljoen tot 80 miljoen. Nou zitten ze op 160 miljoen. Hè, ze gaan naar de 200 miljoen. Er zijn allerlei onzekerheden. En dat is een project van miljarden. En als je dus de miljardenbezuiniging... Ik heb het er expres, mag u weten, ingevlochten. Hè, omdat ik het zo belangrijk vind... dat er in deze discussie in Nederland, dat onze ogen opengaan, dat hier een mogelijkheid zit om miljarden te bezuinigen. En daardoor dus wat ruimte te scheppen voor degenen die nu getroffen worden in de hele sociale sector. Om één sector te noemen. Ja. En goed, daar komt het bij... dat die Joint Strike Fighter, er zijn technisch heel veel problemen, iedere keer weer. Er is zelfs de vraag of de nieuwste Russische fighter niet ietsje beter is dan de Joint Strike Fighter. Enfin, dat is dus een hele, hele delicate problematiek waar je mee zit. De kernvraag is... Is dit een toestel wat je in deze tijd, waarin je weet dat je bij de inzet van militaire middelen buitengewoon terughoudend moet zijn, vanwege de extreme kwetsbaarheid van onze moderne wereld en het apocalyptische potentieel wat we hebben aan wapens. We hebben nog steeds 20.000 kernwapens. Wat er via de ruimte mogelijk is aan vernietiging, de combinatie dus van de militarisering van de ruimte met het wapenpotentieel, ja, dan zou ik zeggen, die Joint Strike Fighter die zou goed zijn als we nog konden denken aan de mogelijkheid van een derde wereldoorlog. Maar een derde wereldoorlog kan je niet meer aan denken. Mm-hmm. Een derde wereldoorlog. En daar moet je ook zo niet op voorbereiden. Het is een wapen wat... wapens zul je, ook in mijn opvatting, ik ben geen absolute pacifist, zul je voorlopig nodig hebben. Net zoals een politieagent het zo nodig heeft. Maar je hoeft niet ieder agent met een bazooka uit te rusten. Huh? Dat hoeft niet. En je moet zien dat het gebruik van militaire middelen bij conflicten in deze tijd dat we gedwongen zijn om dat tot het uiterste te beperken en dat militaire middelen een ondergeschikte rol spelen wanneer er een of ander conflict is tussen landen, is de eerste opdracht om dat met andere middelen, via de diplomatie, via economische sancties, noem op te lossen. Militaire middelen, daar moet je buitengewoon voorzichtig mee zijn. Kleinschalig kan onder bepaalde omstandigheden, wanneer de bevolking zou worden uitgemoord bijvoorbeeld, dan zou het mogelijk zijn dat in het kader van de Verenigde Naties een poging wordt gedaan om met bescheiden militaire middelen daar iets aan te doen. Ja, bescheiden. Bij extreem groot onrecht zou je kunnen. Wat? Bij een groot onrecht. Ja. Ja. En bij, laten we zeggen, bij een genocide. Als er een Hitler zou zijn die nu bevolking zou zijn, dan zou je kunnen denken, maar ook, je moet buitengewoon terughoudend en voorzichtig zijn. Ik ben het
geen voorstander van militaire operaties via de NATO overal ter wereld. Dat moeten we echt niet hebben. Bovendien is dat is iets wat heel veel te weinig gezien wordt in de discussie ook over de NATO. In dat tijd is er het boek van die Huntington geweest over de Clash of Civilizations. En die heeft gewaarschuwd dat militaire interventies in de zogenaamde breukgebieden niet moeten plaatsvinden. Dat wil dus zeggen dat je als Westen, en als zogenaamd, wordt geassocieerd met christenen, niet moet interveneren in een moslimwereld. Er is die tegenstelling tussen de godsdiensten, is in heel veel gevallen, is er nog. Er is een confrontatie tussen de wereldgodsdiensten op een aantal terreinen aan de gang. En waar ik jarenlang aan heb gewerkt en nog steeds lid van ben, is die grootste wereldorganisatie van Religion for Peace. Ik ben jarenlang met Hans Küng en met anderen een van de presidents geweest van deze organisatie. Dus wij hebben geprobeerd om de wereldgodsdiensten te krijgen van confrontatie naar coöperatie. Ja. Voor een betere economie, voor een beter milieu, voor bestrijding van HIV-AIDS, rechten van de vrouwen, van al dat soort dingen meer. En ik denk dus dat we veel sterker accent zullen moeten leggen op de daadwerkelijke bevordering van de vrede. En dat betekent dus recht doen. Ook aan degene die een zwakke economische onderhandelingspositie hebben. Tot dusver. En dat betekent dus wat de militaire uitgaven betreft doorzien. En dat is heel belangrijk als jullie dat ook goed aan de kaak stellen. Die absurde verhouding die er op het ogenblik is. 1,7 triljoen dollar. Wereldwijd. Waarvan ongeveer de helft voor de Verenigde Staten. Aan militaire uitgaven. En voor de problemen waar honderden miljoenen mensen onder kamperen. De honger, de armoede, de ziekte. Misschien 6 of 7 of 8%. Dat is een prioriteitsstelling die onmogelijk is. Onmogelijk. Terwijl je dus weet dat die militaire middelen in wezen niet gebruikt kunnen worden. Want wij kunnen die kernwapens niet gebruiken. Wij kunnen die zware wapens niet meer gebruiken. Omdat we dan met de collectieve vernietiging zitten. Ik weet niet of jullie gisteren gehoord hebben. Maar bij mijn gewetensconflict heb ik... Laten we zeggen, zat ik van vandaag of morgen, zei hij, is gebeurd. Ik zei, nee, is niet zo gebeurd. Ik was al jarenlang, ook toen ik een Polen-ambassadeur was, tot de conclusie gekomen dat de wetenschap en de technologie, de Einsteins, de Niels Bohrs en Van Oezemhoek, die hebben dat kernwapen mogelijk gemaakt. Je krijgt dus een feitelijke ontwikkeling in de technologie van een wapen wat nooit gebruikt kan worden, tenzij je jezelf opheft. En wij zijn zo gek geweest om 76.000 van die kernwapens op een goed ogenblik op onze planeet te hebben. Ja. Er is een tijd geweest van Rusland en van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten en de anderen, dat we 76.000 kernwapens hadden. Er zijn er nu nog 20.000 over. Maar als je dan weet dat een honderdtal al voldoende is, die veel grotere capaciteit hebben dan Hiroshima en Nagasaki, voldoende is om iedere vorm van leven onmogelijk te maken. Dan ga je toch wel even nadenken. Zit in de krankzinnige wereld? Ja, en hebben wij dan als Occupy eigenlijk ook niet een soort van de plicht om daar eigenlijk een soort van zoeklicht eigenlijk op te zetten. Ja, ik vind dat heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat we zijn. Kijk, het is
In de kringen waar ik in zit, is dit een taboe. Als ik dus tegen een aantal collega's van mij zeg van... jongens, er is een waanzin van die wapenwetloop en we moeten geen joint strike verder. Ja. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat vanuit de publieke opinie die stem naar voren komt... Maar jongens, die keizer die heeft geen kleren aan. Ja. Mijn tweede boekje, mijn eerste boekje heette Mens of Marionet. En mijn tweede boekje ben ik ingegaan op wat het veiligheidsconcept moest zijn. En dat heb ik genoemd een dure keizer zonder kleren. Ja. En daar zitten we in. En daar heb je de kunstenaars voor nodig. Daar heb je... niet alleen de politici voor nodig, maar heb je het publiek voor nodig die mythe doorprikken. We zitten in een tijd, en ik denk dat Occupy heel veel kan doen, in de zin van een ontmaskering van de grote mythes die onze tijd en onze wereld kapot maken. En dat ligt op het economische terrein, en dat ligt dus op het economische terrein. Wat dus de hoofdoorzaak is van de milieuproblematiek. En dat ligt op het terrein van de voorbereidingen voor de militaire oplossingen voor conflicten. Goed, natuurlijk ook het probleem van de toenemende armoede, het sociale probleem. Dat is natuurlijk ook de toenemende ongelijkheid. Ja, die hebben heel veel mensen natuurlijk enorm klaar. Die aan heel veel mensen die daaronder lijden, knaagt dat natuurlijk, die armoede waar ze steeds groter op. En dat hangt weer, het is goed dat we even opkomen, want dat hele probleem hangt ook weer samen met wat ik noem de identiteitscrisis. Mensen die zich op zo'n schandalige manier verrijken, en als hoogste doel stellen het aantal nullen achter de naam groter te laten zijn dan die van de buurman. Die weten niet wie ze zijn. Die hebben eigenlijk hun identiteit gezet op nullen. En krijgen een heel gereduceerd mensbeeld. Terwijl degene die zegt, ik hecht waarde aan... liefde, aan vriendschap, schoonheid, en waar noem maar op, een veel voller leven kunnen hebben. En de tragiek is, dat, en ik denk dat er een samenhang is, met het losslaan van het geloof in God, dus het probleem van de secularisering, het niet meer zien van wie wij eigenlijk zijn als mens, en daarvoor is in de plaats gekomen de portefeuille, het eigen doel, de eigen identiteit, de mooiste auto, het grootste jacht, het mooiste huis en al dat soort dingen. Ik gebruik wel eens het voorbeeld van in de Herald Tribune, een blad wat door de elite tussen aanhalingstekens gelezen wordt, financieel, economisch en politiek. Er kwamen advertenties in en dan zag je een man met een mooie harige arm en een horloge van $100,000 of meer dan $100,000. En er was er maar één zinnetje. Become what you are. Met andere woorden, als jij dat horloge hebt, dan ben je iemand. En een week daarna zag je een wat oudere heer met een mooie jonge poes en een Italiaans meer, en die keken op een maandnacht, keken ze over dat meer, en er kwam een schitterende auto aan, van ik denk $100,000. Eén zinnetje, become what you are. Ja. Jij wordt pas als je wat hebt. Ja. Die mythe moet je erop prikken. Ja. Dat is de mythe. En dat kan alleen maar als het zwaartepunt in het leven verlegd wordt. En als mensen ineens zien, voor mijn mens zijn,
is iets anders belangrijk. Hè? Zoals je bent aangesproken. Nou, je zou het ook nog om kunnen keren. Become what you are. He, je hebt wel een dure klokje om je pols zitten. Maar dat ben je niet. Dus zorg dat je wordt wie je werkelijk bent. He? Ja, sure. Maar het is daarom zo interessant. Omdat die advertenties zijn heel duur. Die zitten in een heel duur blad. En het wordt gelezen door de topmanagers die veel geld hebben. En die knappe reclame-agents hebben feilloos gespeurd de diepe leegte in deze laag. Ja? Dus met andere woorden, oog voor de kwaliteit van het leven. Ja, ik denk dat dat voor Occupy ook belangrijk is. Oog voor de kwaliteit van het leven. Voor wat de echte kwaliteit is. En wat jullie doen is in de vorm van een gemeenschap, met elkaar leven, voor andere dingen. En ik denk dat dat een belangrijk punt is. Hè? Maar sorry, ik heb veel te lang gewacht. Nee. We vinden het prachtig, hè, Edgar? Ik wou zeggen, dat... Normaal ben ik nogal aan het woord, maar ik luister, in dit geval luister ik heel graag. Ja. Het zijn wijze woorden. Zeker ook om, als Occupy beweging zijn we ook zoekende naar van. Ik wil best eens een keer bij jullie komen. Nou, dat ik wil best eens een keer als we met een groepje van jullie vrienden en collega's best eens een keer een open gesprek hebben. Als dat past of zo. Zeker. Ja, zeker. Maar als je de kou kunt trotseren en de brassen anders kijken we ook in de boskant zijn we ook welkom. Hè? Dus als dat aangebracht, we gaan de strengen. Hoezo in de boskant? Het tentenkamp is gezellig, maar ook koud. We hebben geen toestemming om daar vuur te stoken. Dus we kunnen ons niet verwarmen. Mag niet. Nee, de vergunning laat dat niet toe. Dat is niet zozeer dat... in eerste instantie was dat vanwege nog een soort van frustratie en boosheid. We worden gepest terwijl... We hebben inmiddels ook een rondje langs de politieke partijen gedaan. En ja, het heeft helemaal niks met. Het heeft gewoon met type vergunning te maken. En als we een andere vergunning waarschijnlijk aangevraagd hadden, dan had het wel gekund. En nu kan het niet. Dus daar zijn we nog eventjes op over aan het nadenken hoe we dat nu handig in kunnen steken. Dan mogen jullie wel iets van kacheltjes hebben. Ook als het elektrisch is. Wat? Als het elektrisch is. Nou, hoe kan dat dan? Nou ja, daar is toch geen stopcontact? Ja, we hebben aggregaten. Jullie hebben aggregaten? Ja, en dat, dus als we daar een beetje peut in gooien, dan hebben we van zes, want we hebben dat geransoneerd. Dus van 6 tot ongeveer 12, kunnen de laptops opladen, de mobiele telefoons opladen. Vertel eens, wat doen jullie de hele dag? Nou, eigenlijk niks. Nee, dat is flauw. Want wij de hele dag, we worden een beetje melig van de beelden die we in de kranten teruglezen en wat we op het journaal terugzien. Dan zijn wij inmiddels wat gelaten onder en worden we een beetje melig. Van alsof het alleen maar links krakend en werksgoedtuig is. Maar het is een interessante mengelmoes van ondernemers, freelancers, mensen die ontslagen zijn en helaas buiten hun schuld inderdaad dan een uitkering hebben. Dus er zitten veel werklozen bij jullie, toch? Nee, helemaal niet. Nee, maar dat is juist het beeld. Dat is makkelijk om in de... dat verkoopt kranten. Dus als je zegt van links werksgoed tuig... start camping. Hè, dat zijn ongeveer de krantenkoppen nu in dikke chocoladeletters. Zijn we niet. Wij lachen daar een beetje om, want wij weten wel beter. Dus aan ons ook de schone taak om
dat zoveel mogelijk door dat te laten zien dat dat niet klopt, dat beeld bij te stellen. Ja. Nee, wij zijn juist gewoon een mini-gemeenschap. Dus daar zitten ondernemers, daar zitten mensen die nou in de AOW zitten, de WHO'ers hebben we ook, die zeggen van nou, ik wil wat ik kan, wil ik doen. En als al is het niet veel, maar misschien helpt het dat kleine beetje. Nou ja, daar zitten ook uitkeringsgerichten bij. En samen proberen wij die verandering te laten zien door te doen. Dat is eigenlijk het idee. Dus waar we de afgelopen weken hebben we vooral de tijd genomen om het gesprek met elkaar aan te gaan. Want het was eerst veel geluiden en eigenlijk stonden we elkaar te overtuigen van het nut van iets als Occupy. Maar dat is ook niet zo gek, hè, want het zijn allemaal mensen die elkaar vaag of helemaal niet kennen. En nu inmiddels, nou, ik denk dat er wel vriendschappen voor het leven ontstaan zijn in een vrij korte tijd. Mm-hmm. Dus daar is uitgebreid de tijd genomen om ook om afgestemd te raken op elkaar. Want omdat je niet kan duiden van, nou ja, dat is de oorzaak van het probleem en dus dan is dat de oplossing, moet je ook het gesprek met elkaar aangaan. Dus wat wij vooral heel veel doen, is in ieder geval de afgelopen tijd, hebben we heel veel eigenlijk ook tijd aan elkaar en met elkaar besteed. Om ook meer op elkaar ingetuned te raken. Van, begrijpen wij elkaar wel goed? Horen wij elkaar? Zien wij elkaar? En vooral voelen wij van elkaar wat we bedoelen?